Zeker. Nou, weet je waar ik het nog nooit over heb gehad in deze rubriek? Het Koningshuis. De Oranje Nassautjes, oude royalty van Duits bloed. Het kost een paar stuivers, die koninklijke familie. 110 miljoen euro per jaar, sommigen zeggen 345 miljoen. Maar dan heb je ook iets leuks voor in de gouden koets. Een paar hoeders voor ons prachtige koninkrijk. En ze zijn ons visitekaartje in het buitenland. Alhoewel, hoeders, visitekaartje, ze zorgen toch ook elk jaar weer voor een lekker schandaaltje. Vorig jaar kwam zelfs van die oude Bernard nog een lijk uit de kast. Nou ja, lijk. Een opvallend interview zaterdag in NRC Handelsblad. Schrijver Oscar van den Boogaard vertelt daarin over zijn nieuwe boek Kindsoldaat. En zegt daarbij zeer stellig, ik ben een zoon van prins Bernard. Potverdomme, alweer een buitenechtelijk kind. Benieuwd of 2019 nog een Van Liepen biesterveldje brengt. Maar de vruchtbare Duitse Casanova was toch vooral een enorme geldwolf. En zijn inmiddels beruchte neefje prins Bernard Junior deed de naam van zijn opa eer aan in 2018. Nieuws was dat prins vastgoed alleen al in Amsterdam 349 panden bezit. En is hij een goede huisbaas? Ook blijkt dat er bij de verhuur van de panden bewust regels worden overtreden. Zo zou er 1000 euro's aan sleutelgeld worden gevraagd. Nee, een ordie huisjesmelker. En ik moet nog oppassen ook, want hij heeft net met zijn vrienden het hele Mediapark hier in Hilversum opgekocht. En er zijn meer leden van het Koninklijk Huis niet vies van een beetje extra pecunia. Begin deze week was er ophef dat prinses Christina meerdere bijzondere kunstwerken, waaronder een bijzondere tekening van de schilder Rubens, op een openbare veiling aanbood en niet aan een Nederlands museum. Het stond volgens Rubens bij prinses Christina op een schildersezeltje in haar New Yorkse appartement. Ja, New York, Londen, ze wonen in ieder geval niet graag in Etten-Leur, die Oranjes. En voor wat betreft bijzonder erfgoed verkopen? De prinses heeft het niet aangeboden aan Museum Boijmans van Beuningen, dat de grootste Rubens-collectie in Nederland heeft. Ja, Boijmans van Beuningen is nu pissig. Zo'n bijzonder werk en dan niet eens even een belletje van de Nederlandse prinses. Maar ja. Het gaat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst bij alle kunstwerken om privébezit. Ja, het is van haar. Of, nou, daar is niet iedereen het mee eens. Dat lijkt mij een standpunt waar over te discussiëren valt. Omdat in veel gevallen onduidelijk is hoe die kunst in de koninklijke collectie is gekomen en met wiens geld dat is betaald. Ja, de zingende prinses die in 2009 nog haar erfenisje van Bernard en Juliana in een belastingconstructie via Guernsey liet lopen om de Nederlandse en Engelse staatskas niet te spekken, die stukken zijn misschien indirect betaald door het Nederlandse volk. Vraag maar aan Willem II. Maar fuck Nederlands erfgoed, de Oranjes hebben het zwaar. Hun totale bezit wordt geschat op 1 tot 12 miljard, niemand weet het. En prins Bernard Junior heeft honderden panden. Waarvoor ook weer? Nou, volgens een woordvoerder van Bernard zijn al die bezittingen vooral bedoeld als pensioenvoorziening. Dus om een beetje geld te sparen voor zijn oude dag. Ja, bovenop zijn oude weetje moet hij wel huisjes melken. Het is een Charles Dickens verhaal, mensen. En arme Christina, die niks meer krijgt van de Nederlandse staat, moet wel die zeldzame kunst verkopen. Ook al zouden Nederlandse musea er een moord voor plegen. Het gekke is dat de gemiddelde rijke Nederlander meer gevoel heeft voor onze eigen kunst. Ik kan wel zeggen dat het Nederlands openbaar kunstbezit zo goed is, omdat er altijd weer particulieren zijn die het leuk vinden als wat zij verzameld hebben in een museum terechtkomt en daarmee eerst naar een museum gaan. Ja, maar niet de Oranjes. Die zeggen fuck Nederland, lang leven de poen, hoezee! 4.100.000. Toch verkiest prinses Christina de veiling bij Sotheby's boven verkoop aan een Nederlands museum. Hoeveel miljoen heeft zo'n prinses nog nodig? Ja, en de rest van de familie hangt ook niet erg aan het geërfde erfgoed. Ook 1200 tekeningen uit de Atlas Munniks van Kleef werden in 2012 niet door de Oranjes aangeboden aan musea. The Evil Prince, prins Bernard Senior, verkocht in 1988 al 2 schilderijen uit die collectie. Opbrengst in de boeken voor het Wereld Natuurfonds. Maar hij stak het in een mislukt privéproject. Nou goed, royals, denk er nog eens over na. He, luister even naar het Boijmans. En ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat wat er nog is in Nederland, dat dat hier blijft en dat het door onszelf wordt genoten. Dat mensen hier ernaar kunnen komen kijken in plaats van dat ze dat elders op de wereld moeten doen. Nationaal erfgoed. Absoluut. En dat zou meer de koninklijke weg zijn, denk ik zelf.